Mijn naam is Roel van Gerwen. Ik ben de programmamanager van het VIP.nl en trekker van het thema VMOS en heb dus uitgekeken naar dit webinar. Het webinar wordt georganiseerd door het Veenweide Innovatieprogramma Nederland, oftewel het VIP.nl, in samenwerking met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen in Veenweide. Deze sessie wordt opgenomen. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, dan kun je er natuurlijk voor kiezen om nu niet deel te nemen, maar achteraf terug te kijken. De opname wordt achteraf met alle deelnemers gedeeld en op de website geplaatst. Vragen kunnen worden gesteld via de chat. Deze worden live besproken of via de chat beantwoord. Vragen die niet tijdens de sessie aan bod komen, zullen we achteraf schriftelijk beantwoorden. Dit om zoveel mogelijk kennis met u te kunnen delen, want daar gaat het om. Even kort over het VIP.nl. Het VIP.nl is eigenlijk opgericht om maatregelen te innoveren in het veenweidegebied. En om het te verduurzamen. Ook inzicht te bieden op economische aspecten. En wij werken samen met het NOBV die broeikasgassen meten en daarmee ook de effecten zeg maar, van onze maatregelen kunnen meten. Ons doel is om samen de megaton CO2-reductie te halen vanaf 2030. De aanleiding van het... We hebben vandaag alleen over VMOS. Dus we gaan ook nog een webinar organiseren over andere teelten. Dat komt dus in een volgend webinar aan bod. Ik wil graag drie geweldige sprekers voorstellen die we vandaag hebben uitgenodigd en die ons aan de hand zullen meenemen in de illustere wereld van het VMOS. De eerste is ecoloog Ron van het Veer. Die zal vandaag aftrappen met een presentatie over het ontstaan van het veen in West-Nederland en de veenontwikkeling nu. We hebben Gijs van Dijk, onderzoeker bij Beware. Die zal vervolgens ingaan op de proef met VMOS bij het Ilpenveld in Noord-Holland. En dan hebben we tot slot Marco Zevenhoven. Hij is directeur, adjunct-directeur bij RHP. Ik heb even opgezocht wat dat betekent. Dat is de regeling handelspotgronden. En hij gaat iets vertellen over het mogelijke gebruik van veenmos in de potgrond- en substraatindustrie. Tot slot ga ik met de panelleden in gesprek over, over de haalbaarheidsaspecten van veenmosteelt. En de vraag hoe deze vorm van landgebruik in het landschap zou kunnen worden ingepast. We trappen af met Ron van het Veer. Ik zou zeggen, take it away, Ron. Mijn verhaal gaat over veenontwikkeling vroeger en nu. En het gaat vooral over West-Nederland en de rol en de komst van veenmossen en wat dat bepaalt. Ik ben zelf werkzaam bij een klein adviesbureau wat we zelf hebben opgericht. En we doen allerlei adviezen over veengroei, vooral in voedselrijke omgeving. Daar zijn we minder bezig met echte hoofdvenen, meer met laagvenen en hoofdveenvorming daarin. Nou, ons verhaal gaat over het verleden, daar had ik het net al over, maar ook over de huidige tijd, vooral over nieuw veen. Hoe ontstaat dat, hoe gaat dat en wat voor vormen van levend veen kun je daarin vinden? Hoe lang duurt dat? Wat voor tijdschalen moeten we daarvoor hebben? En als laatste, stel je bent bezig met veenvorming of je wil veenmossen hebben en krijgen, kun je dan in het veld zien dat iets goed gaat of minder goed gaat. Dat zijn stukken veldervaringen die ik zelf heb opgedaan en hoe je kunt zien of zo'n teelt in de toekomst goed gaat verlopen of dat er wellicht problemen gaan ontstaan. Dat geldt hetzelfde overigens voor natuur en natuurontwikkeling waar je streeft naar veenmostapijten in je rietlanden. Wilt u nog wat nalezen, kunt u het internetboekje Groeiend Veen in Laag-Holland downloaden. U hoeft de titel in te tikken en dan vindt u dat vanzelf. Even kort over het verleden en het ontstaan van hoofdveen in Nederland. En ik zoom in op drie provincies. Dat is Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. En als we eigenlijk naar de vroegste veengroei kijken, dan is dat pak een beet zo'n ruim 7000 jaar terug begonnen. En de eerste grote ontwikkelingen van venen, dat waren complexen van laagvenen. Grond, dat is vooral gevoed door voedselrijk grondwater en hoofdvenen, wat gevoed wordt door regenwater. Die lagen bij Meidrecht en Vinkeveen.
De rest van Noord-Holland was voor een groot deel Waddenzee. Alleen bovenin bij Texel, dat is nu allemaal verdwenen, lagen nog land- en veenontwikkelingen. Zuid-Holland was grote delen ook nog Waddenzee, alleen hier aan de grens. Wijs je nou een kaart aan? Wijs je nou een kaart aan? Want we zien alleen de begin sheet op het ogenblik. Oh jee. Oef. Blijkbaar, ja, daar heb ik. Oké, nou is de volgende sheet zichtbaar. Blijkbaar zie jij iets anders als dat wij zien. Ja, dat klopt. Ja, blijkbaar bij elke sheet even tikken als je wat te vertellen hebt. Ja. Ik zal het proberen. Excuses nogmaals voor het ongemak. Dit is goed te zien. Jo. Oké. Nou, even terug. Noord-Holland was grotendeels zee en dat gold ook voor Zuid-Holland. En de eerste veengroei zo'n 7000 jaar terug ontstond op de grens van Utrecht en Zuid-Holland. Pak een beetje zo'n 6000 jaar geleden zien we nog veel meer veenvorming, wat voor het grootste deel in het noorden lag bij de Waddenzee. En vooral ook in Zuid-Holland en rondom de Biesbos. Dat zijn eigenlijk verbredingen en vergrotingen van het complete veengebied. Terwijl juist het veengebied van Noord-Holland was nog helemaal kaal. Die verschillen in tijdstippen die er zijn in die veengroei verklaren ook waarom veenbodems in Noord-Holland dunner zijn. Die zijn 3 tot 4 meter dik, soms 1 meter, dat is in het noorden. Dan in Zuid-Holland waar ze tussen de 3 en 10 meter dik zijn. Dat heeft gewoon met de tijd te maken. Dat veen daar gegroeid heeft en is begonnen met groeien. In principe begint die veengroei via twee blokken, twee ecologische blokken. Dat gaat met riet en zeggen, dat is het onderste deel van het veenpakket. En daarna volgt eigenlijk een groei met veenmossen. Er is ook nog een tussenfase, daar hebben we het zo over. Wilt u dit soort kaartjes nakijken, dat kunt u vinden in de atlas van het Holoceen. Krijgen wij deze presentatie? Ja. Als we vervolgens gaan kijken, zo, dan zitten we zo'n 2700 voor Christus, zien we dan pas echt de veengroei in heel Nederland op gang komen. Ook Noord-Holland komt dan in het veen. En deze hele situatie van veengroei in West-Nederland blijft bestaan tot 800 na Christus. Dus in principe hebben we het over een periode van bijna 3000 jaar onbelemmerde veengroei, waar nauwelijks iets gebeurde door menselijk ingrijpen en waar vooral eigenlijk de zee en de afzetting van rivieren een rol speelde of er wel of niet veen was. En die hele veengroei die staat hier rechts ook in een diagrammetje. Dat is een model van Climo. En wat je daarin ziet is dat veengroei eerst snel gaat en daarna in de tijd heel langzaam afneemt, omdat die dikke veenlagen die hebben gewicht. Die drukken de oudere veenlagen weer naar beneden. Dus hoe meer zo'n veen groeit, dan drukt het bovenste gewicht, het onderste gewicht een beetje in. Je krijgt een beetje bodemverdichting. En de gemiddelde groei van zo'n historisch veen lag tussen de 1 en 2 mm per jaar. Dat is niet veengroei die je gebruikt voor veenmotsteelt. Dat is echt de bodemvorming die plaatsvindt. De veengroei die daar bovenop zit kan heel erg verschillen. Dat hangt allemaal van de vochthoeveelheid af. Maar ook van de voedingsstof in het water. En die wisselt pak een beetje tussen de 2 mm per jaar tot maximaal 4 centimeter per jaar. Zoals in levende hoogvenen. Ook in laagvenen kunnen veenmossen, dat is het groene dek, eigenlijk het teeldek, kan per jaar zo'n 2 centimeter groeien. Dat is redelijk snel vergeleken met zo'n bodemvorming die vele malen trager gaat. Die bodemvorming zijn dode veenmossen voor het merendeel. Alleen helemaal onderin in het veenpakket zit ook riet. En bovenin het groene deel zijn de levende veenmossen. Als we nu kijken, dat is een plaatje wat komt uit de visie van veenlandschappen in Nederland. Dan zien we dat er nog maar heel weinig oppervlak over is van die vroegere veengronden. Dat is ook een zorg, want de rest van de veengronden zijn verdwenen. Voornamelijk door verdroging, ontginning en eigenlijk ook door klimaatverandering. Maar ook door tijd. Hè? Want daar waar een heel dun veendek was, in het noorden van Noord-Holland bijvoorbeeld, waar het laat is ontstaan, is het ook weer snel verdwenen. Met name door menselijke ontginning en allerlei andere ontwikkelingen van de zee. Er is nu zorg voor het veen, het daalt. Er komt veel CO2 vrij, we willen eigenlijk het ook weer repareren.
Het doel is straks om deze veendaling te gaan laten afnemen, te doen stoppen en daar waar het kan zelfs te doen groeien. Dat kan in natuurgebieden met veengroei, maar het kan ook natuurlijk met veenmotsteelt. Dan stop je in ieder geval het dalen van de bodem en je kan er zelfs voor zorgen dat hij een halve millimeter of een millimeter per jaar gaat groeien als bodemvorming. Kansen zijn er, die liggen vooral ook in het laagveen. In hoeverre veenmotsteelten op de zandgronden liggen, dat is lastig. Omdat daar eigenlijk het grondwater zo diep ligt. Hè. Want het cruciale moment om veenmotsen te laten groeien is als er voldoende water in de winter en de zomer is in die bodem. Dus die bodem uitdroogt in de zomer, daar komen we zo op terug. Is het voor veenmotsen heel lastig om stand te houden. Als we kijken naar het verleden, hoe is dat nou gegaan? Hoe snel gingen die stappen nou? Als de natuur het stuurt, hè, er komt geen mens aan de pas, het gaat voorkomen natuurlijk. Dan zien we een aantal stappen. Heel belangrijk is om te realiseren dat in West-Nederland, dat geldt overigens ook voor Friesland en voor Groningen, voor het kustgebied, dat die venen groeiden op een voedselrijke omgeving, op een voedselrijke bodem met voedselrijk water. Dat is heel anders dan op de zandgronden. Er zijn ook hoogvenen ontstaan. Die ontstonden voedselarm. Maar in die laagvenen die we nu hebben in Nederland, die nog over zijn, vroeger de hoogvenen die gedaald zijn, verdronken zijn, onder water zijn gekomen. Die venen die zijn allemaal voedselrijk begonnen. Dat is een interessante analogie met nu. Als we veenmotsteelt willen doen, dat het ook kan in een voedselrijke omgeving. Je moet er wel een aantal handgrepen voor hebben en er zijn een aantal voorwaarden voor nodig. Er zijn een aantal fasen te ontdekken. Het begint met een kwelder. Hoe lang die er heeft bestaan, dat weten we niet goed. Minimaal 100 jaar, wellicht langer, maar daar ontbreken goede dateringen van. Daarna is er een brakwatermoeras, voornamelijk van riet. En vervolgens, als er voldoende veenvorming is en voldoende natte bodem, beginnen de mossen te groeien, varens en beginnen laagveenplanten, als rolklavers, koekoesbloemen te groeien. En dat is eigenlijk de voedingsbodem waarop die veenmossen vervolgens kunnen gaan groeien. Want die groeien als de bodem wat voedselarm is geworden, en wat zuurder is geworden door afstervende plantenresten. En als je gaat kijken, is de totale ontwikkeling zo'n 100 jaar nadat dat brakwatermoeras is ontstaan. Dat duurde 50 jaar. 50 jaar een systeem met varens en kleine mossen, slaapmossen noemen we die. Daar kom ik zo wel op terug. En dan kwam er een systeem met veenmossen. Dit systeem moeten we niet vergelijken wat we nu in de laagvenen zien. Veenmosrietlanden, dat is eigenlijk een menselijk vegetatievorm ontstaan door maaien en afvoeren. Komt buiten Nederland ook vrijwel niet voor. Dit waren natuurlijke veenmosbegroeiingen die na 50 jaar bos werden. En dat is heel bijzonder. Dat gebeurde op de zandgronden veel minder. Dan kreeg je meteen mooie open veenmosbegroeiingen, open hoogvenen. Maar op die voedselrijke bodem lukt het bomen, met name berken en dennen, om in die grond wortel te schieten en bossen te maken. En na zo'n bosfase, als het veen een meter dik is, dan pas is het veen zo hoog dat ook die boomwortels geen voedingsstoffen meer vinden en sterven. En dan wordt het veen open. De hele cyclus van of venen wel of niet vol met die bomen staan, heeft met twee belangrijke factoren te maken. En daar moeten we ook in de toekomst rekening mee houden. Namelijk hoeveel regen er valt, liefst zo'n 1000 millimeter minimaal per jaar of meer. En het moet niet al te warm en droog zijn in de zomer. Nou, met de huidige klimaatverandering is dat best lastig, want als die venen uitdrogen, dan heb je steeds meer vestigingen van bomen in dat veenmosdek. Dat geldt ook voor landklimaten waar je veel meer hoogvenen met bomen erop vindt, de zogenaamde boshoogvenen. Alleen daar waar het koel is op die landklimaat, ook in de zomer, zie je open hoogvenen. Onderin staat ook wat het veen doet aan dikte. Dat gaat pas eigenlijk dik groeien, dat gaat pas opstapelen op het moment dat veenmossen er zijn. Dat zijn de belangrijkste veenvormers die er zijn. Alle andere soorten, zoals riet en slaapmossen, vormen ook een veenbodem, maar daar is eigenlijk de afbraak niet goed in verhouding met de conservering van het veen. Die afbraak gaat redelijk snel, waardoor er eigenlijk maar een dun laagje veen uiteindelijk overblijft. Die veenmossen zijn echt de absolute bodemvormers, die ook de dikke bodems vormen. Die zorgen er echt voor dat het veen groeit. Dan moet die bodem wel zuurstofloos blijven. En dat kan alleen als in de zomer die voldoende nat is.
Veenvorming gaat in principe via twee processen. Het moet wel voldoende nat zijn. Er moeten niet al te veel voedingsstoffen zitten. Maar het allerbelangrijkste is, het kan in water gaan, in meren, in grote ondiepe plassen. En dat noemen we verlanding. Dan krijg je drijvende planten. Dat is hierboven te zien. Dat kan vanaf de oever gaan. Soms groeit zo'n heel meer dicht. Daarna gaat het drijven. En dan onder die drijvende mat vindt veenvorming plaats. En dit is een systeem dat we in Nederland heel veel in het laagland tegenkomen. Daar zijn die veenbegroeingen vooral ontstaan op plekken waar veen is afgegraven voor de turfwinning, petgaten. In het buitenland zien we dit vooral in meren en afgesloten rivierarmen, dit systeem ontstaan. Op een enorme grote schaal heeft in het verleden ook veen door vernatting ontstaan, waar ook veenmossen kwamen. En dan hebben we te maken met stijgende grondwaterpeilen in vaste bodems, waar uiteindelijk die bodem zo nat is, waardoor de water permanent in blijft, die niet te diep wegzakt, waardoor de moeras gaat komen, en waardoor uiteindelijk ook veenmossen in die centrale delen groeien. Dus ook een hybride vorm, dat is als je wat komvormige of holle percelen hebt, zoals tegenwoordig in het veenweidegebied. Daarin kan ook water blijven staan en dan gebeurt hetzelfde. En het bijzondere van dit systeem is, met die holle systemen, is dat die een beetje lijken op verlanding. Hè? Dus eigenlijk verlanding en vernatting leveren over het algemeen dezelfde eindresultaten op. Ja, dus het kan beide. Bovenin zien we vooral in natuurgebieden en onderin zien we hoe het in het verleden is gegaan. En dat is eigenlijk ook een beetje de toekomst van veenmossteelten. Als je dat vanuit water wil doen, is dat een heel lang proces. Vanuit vernatting is dat een veel logischer proces om grote oppervlakte te krijgen. Nou, als ik dit wil samenvatten, zien we in die hele veengroei tot die veenmossen komen drie belangrijke fases. Het begint met een voedselrijke fase. Dat bestaat uit riet, uit lisdodde, watermunt, noem maar op. En in brakke gebieden zit daar ook een brakke plant, heemst. Dat hebben we ook in het verre verleden gevonden. De oerplant van Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Die groeide in de eerste veenvorming. En die fase produceert vooral strooisel. Als het strooisel droog blijft, gebeurt er niks. Als het strooisel nat is, gaan daar slaapmossen op groeien. Dat zijn mossen, hier rechts zien we ze. Die hebben een veervormige vertakking. En die hebben een hoofdas met zijasjes. En ze lijken een beetje op een sparretakje. Als die mossen komen, weten we dat het niet lang meer gaat duren voordat veenmossen komen. Die slaapmossen zijn ook veenvormers, vormen een dunner dek, leggen eigenlijk nauwelijks CO2 vast, dragen ook niet heel erg bij in een snelle bodemvorming, maar wel iets anders. Die slaapmossen zorgen voor afkoeling van het bodemoppervlak. En dat betekent dat die vertering van die dode plantenresten in de zomer minder snel gaat. En als die bodem daardoor nat blijft, zorgt dat ook voor de komst van veenmossen. Dus dat is fase 3. Dus die bijna altijd zie je in die dat zal je ook in teelten zien. Een teelt waar nog geen veenmos is, wordt eigenlijk voorafgegaan aan een fase met varens en vooral die slaapmossen. Als die fase komt, weet je dat er ook veenmossen komen. Nou, hoe ging dat? Hoe ging dat nu in de tijd gezien in die moderne veenterreinen? Dat ging eigenlijk voornamelijk in het verleden door maaien en afvoeren. Dus die hele veenmosvorming werd daardoor versneld. Want veenmossen groeien bij voorkeur op niet te voedselrijke, zurige bodems die nat zijn. Die combinatie heb je nodig. En als je daar eenmaal een rietland hebt, dan heb je na maaien, na 25 jaar, zo'n systeem met die slaapmossen. Daar zit ook koekoeksbloem in. En pak een beet. Daarna komt er een fase met veenmossen. Dat kan onder invloed van verzuring door regen. En dat was vroeger zwaveldioxide, de ouderwetse zure regen. Nu hebben we moderne zure regen. Dat wordt door ammoniak. Dat komt uit stallen, maar dat komt ook in de Zaanstreek bijvoorbeeld uit cacaofabrieken. Gaat die verzuring op het ogenblik versneld. Dus de ontstaan ergens rond de 20, 25 jaar na dit soort systemen veenmossen. Die blijven heel lang bestand tot het veen zo dik geworden is dat de haamossen gaan groeien. Heiders gaan groeien. Dat zien we hier. Alleen de hele boel wordt verstoord als het te droog wordt. En dan gaan er haamossen komen en dan neemt feitelijk die veenmosproductie veelal af. En dan slaat het systeem weer terug. Ook in die haamossen kunnen overigens heiden groeien.
Maar als Hamelse groei weten we eigenlijk dat het systeem A heel erg zuur is geworden. Dat is op zich niet zo'n ramp voor veenmossen, maar ook in de zomer te veel verdroogd. Doen we helemaal niks, dan ontstaat er eigenlijk, dat is eigenlijk die bovenste lijn, dan ontstaan er eigenlijk voornamelijk bossen. Er kunnen ook wel veenmossen in gaan groeien. Dat lijkt een beetje gek voor veenmossteeltbossen, maar in Assendelft heeft een boerenfamilie gewoond. Die zijn net gestopt. Die hebben 100 jaar lang, 3 generaties lang veenmossen geteeld en geplukt. En de laatste 40 jaar was dat in bossen. Want ook in bossen groeien heel veel veenmossen. Maar dan moet je met de hand plukken. Hè? Dat kan je helemaal niet machinaal doen. Deze boeren deden dat. Maar ja, dat is een uitstervend vak. Je ziet ook, dat zijn die blauwe lijntjes, dat op het moment dat je dat maaibeheer laat zakken, dan gaan die oude fases, met name de fases met veenmossen, razendsnel over in bos. Dat duurt vaak niet veel langer dan 10 jaar, soms 25 jaar, en dan zijn er bossen. Ron, je zit inmiddels door de tijd heen, dus kun je tot een afronding komen? Ja, ik heb 2 dingetjes nog. Dan ga ik een afronding doen. Ik heb een haperend beginnetje gehad. Even over de veenmossteelt die je kunt doen op land. Dat gaat via vernatting. Dan krijg je eerst rietvelden. Als die bodems nat worden, gaan er uiteindelijk veenmossen in groeien. En die rietvelden starten met riet en listdodders. Het grote probleem is water. Er moet voldoende water zijn, maar als er te veel water is en het staat permanent nat op voedselrijke bodems, gebeurt er niks. Dan krijg je plassen. En als het uitdroogt, gaat er ook niks gebeuren, gaan er bramen groeien. Dus het is ongelooflijk belangrijk als je die veengroei op dat vaste veenbodem op gang te krijgen om het voldoende nat te houden. En ook vooral omdat water wat erin komt, dat vooral regenwater is. Als je dit gaat bevloeien met voedselrijk slootwater, dan gaat er niks gebeuren met die veenmossen. Komen er wel slaapmossen, dus dan komt die groei niet op gang. Ja, dus die gang naar veenmossen op vaste bodem krijg je eigenlijk het snelst, dat kun je natuurlijk laten ontstaan, dan gaat het traag, maar ook op die vaste bodem geldt, maaien afvoeren en goed nat houden. Samenvattend, en dat is dan de afronding, die hele veenmossgroei die we hebben in Nederland, die gaat in 3 stappen. Het begint met of afplaggen, dat kan, of we beginnen met een tijdje veenmos teelten met listdodder of met riet. Daarna komen dit soort mossen, u kent ze nu inmiddels, slaapmossen. Mossen in de vorm van sparretakjes, die een goede bodem vormen. En vervolgens worden dat veenmossystemen die je maait en afvoert. Maai je niet, krijg je veenmosbulten, die zitten ook in die derde fase. Dat zal duidelijk zijn dat die bulten nooit ontstaan als je veenmos gaat plukken en oogsten. Maar voor natuurgebieden is dat wel een bijzondere optie. Ze groeien razendsnel, 2 centimeter per jaar. In 20 jaar tijd heb je grote bulten. Dus dat is een interessante veenmossontwikkeling voor natuurgebieden waar je die teelt eigenlijk niet exporteert. Deze 3 fases zijn belangrijk om te herkennen in je teelten. Want als het hierin blijft zitten, is het te droog. Of is er veel voedselrijk water. En als het hierin zit, is het wel voldoende nat, maar kan het in de zomer sterk uitdrogen en is het aanvoerwater te voedselrijk. Dus deze stap, die moet je hebben vervolgens om op deze stap met veenmossen uit te komen. Als laatste, deze veenmosgroei gebeurt zowel nu als in het verleden, zowel op land als in het water. Dus dit is eigenlijk de lijn die je kunt volgen om te ontdekken of je teelt in de toekomst straks wel of niet succes heeft. Ik dank u voor uw aandacht. Dankjewel Ron. Ik kan me voorstellen dat er allerlei vragen zijn na dit boeiende betoog. Maar die slaan we toch even over, want we zijn een beetje uitgelopen in de tijd. Dus als jullie vragen hebben, zet ze in de chat en we zullen ze beantwoorden. Ron heeft een fantastisch rapport geschreven hierover in opdracht van Landschap Noord-Holland. Misschien kun je de link naar dit rapport in de chat zetten, Ron. Want dan kan iedereen nog eens even rustig nalezen. Ja. We hebben nu gekeken naar een verhaal over veen wat eeuwen duurt om te ontwikkelen. En onze volgende spreker, Gijs van Dijk van Beware. Die werkt voor het VIP-NL op het Ilpenveld. En probeert juist in een hele korte tijd veenmos, hoogveenvorming op gang te brengen. Ik zou zeggen, Gijs, brand los. Nogmaals met de microfoon aan. Goedemorgen allemaal. Is mijn scherm te zien?
Jo. Ja, oké. Ik ga direct van start om mijzelf binnen de tijd te houden. Zijn veenmossen de oplossing en kun je wat met veenmos teelt in de, of in ons Nederlandse, veenlandschap. Ik geef deze presentatie namens Beware. En wij werken aan allerlei, studies aan veengebieden, aan veenmossen, aan waterkwaliteit. En we doen dit binnen de context van VIPNL, samen met Landschap Noord-Holland, de Radboud Universiteit. En zo'n dergelijk onderzoek doe je natuurlijk niet in je eentje. Dus er zijn een heleboel mensen bij betrokken, die ga ik nu niet allemaal noemen, maar het is wel zaak om even aan te stippen dat hier een heleboel mensen aan gewerkt hebben en dat hier nog steeds een heleboel mensen heel enthousiast mee bezig zijn. Waarom veenmos? Ik ga je even kort doorheen, want Ron heeft hier ook al het nodige over gemeld. Dan kom ik kort, ga ik wat melden over veenmosteelt, over hoe je door droge zomers heen kunt komen, wat je zou kunnen doen met waterkwaliteit. Wij zijn nu bezig met onderzoek of het mogelijk zou kunnen zijn om toch water aan te voeren en dat aan te zuren. Daar ga ik wat over melden. Nog kort wat punten over beheer en de toekomst. Nou, waarom veenmossen? Zoals jullie wel weten hebben we allemaal grote problemen met de BBB in de veenweide. Dat bedoel ik niet de politieke partij, maar dan bedoel ik bodemdaling, broeikasgasemissies. En ook verlies van biodiversiteit. Nou, biedt veenmos daar een oplossing voor? Mogelijk wel. Ten eerste zijn ze heel mooi en is het mooi om naar te kijken. Maar ze hebben nog veel meer mooie functies. Dus ze kunnen goed groeien als het erg nat is. Dus dat kan goed gecombineerd worden als je de bodem wilt vernatten. Ze houden tevens ook goed watervast. Ze kunnen ook de waterkwaliteit verbeteren en kunnen ook grote soorten diversiteit leveren, zowel aan mossen als ook aan andere soorten. Ze komen dus voor in een zuur milieu, hebben een trage groei, maar breken ook traag af en daardoor kunnen ze dus veenvormend zijn, mits de condities goed zijn. Waar kun je nou veenmossen inzetten teelt of gewoon simpelweg als veenmossen te groeien? Dat kan binnen natuurgebieden. Bijvoorbeeld in de vorm van veenmosrietlanden of natte schraallanden. Het kan bijvoorbeeld ook in bufferzones om natuurgebieden heen waar je de bodem vernat. Dus dat kan zowel rondom hoogvenen als rondom natuurgebieden in de veenweides. Maar je kunt ook dus de huidige veenbodem vernatten en daar dan veenmossen op gaan telen. Dus dan laat je ze ook groeien, maar dan ga je ze oogsten. Het is dan wel zaak dat je dan vernat tot vlak onder maaiveld en dus regenwater vasthoudt. En dan kun je dus overgaan van bodemdaling naar bodemstijging. Nou, vorige week is daar nog een leuk artikel van een hele groep mensen over uitgekomen. En daar was dit weekend ook nog aandacht voor in het Trouw. Dat wil ik even kort aanstippen. Veenmosteelt. Nou, hoe? Wat en waarom? Nou, eigenlijk zou je zeggen is het relatief simpel, want die veenmossen die houden eigenlijk hun eigen broek op, mits de condities goed zijn. Maar vaak zijn, onder de huidige condities, de startcondities, helemaal niet zo gunstig voor veenmossen, dus dan moet je ze een stukje helpen. Vaak is het nu te droog, is het wat te rijk aan nutriënten en is ook de waterkwaliteit niet helemaal optimaal. Dus als je ervoor weet te zorgen om deze drie factoren goed te krijgen, dan kunnen de veenmossen daar dan goed groeien. En dan vormen ze eigenlijk daarmee ook een eigen milieu en houden ze dus ook een beetje zichzelf in stand. Maar we komen er steeds meer achter dat je dus met slim beheer en ook met een goede inrichting kan dat zeker succesvol zijn. En er wordt nu dus ook nog onderzoek aan gedaan of en in welke mate dat ook binnen, binnen Laag Nederland op grote schaal toegepast kan gaan worden. Wat weten we dan nu al over veenmosteelt? Er is onder andere de afgelopen decennia een heleboel onderzoek aan gedaan in Duitsland en in Canada. Dat Duitse onderzoek is vooral getrokken vanuit de Universiteit van Greifswald.
Daar zijn wij van het Radboud Universiteit en Bierwer ook zijn we nou bij betrokken geweest. Dat gaat al op behoorlijk grote schaal. Dat zien jullie hier op dit plaatje. En dit is of hem ook op zeg maar, voormalige landbouwgronden op een hoogveenbodem. En daar wordt het nu, of ze hebben nu al zeg maar, ruim 10 jaar toegepast. Dat is in 2010-11 met een aantal veldjes begonnen. En inmiddels is dat op behoorlijk grote schaal. Nou, en daar hebben we gezien dat in zo'n 10 jaar al ja, zeg maar, zo ruim zeg maar, 30 centimeter nieuw zeg maar, veen is gevormd. En dat komt overeen met zo'n 6 ton aan droge stof per jaar wat er afkomt. Ik ga hier niet in detail op in, want daar kan ik uren over praten. Maar hier wordt dus op deze schaal wordt heel goed onderzocht hoe je die teelt kunt doen. Zeg maar, op welke manier je dat het best kunt doen, met welke soorten. Of het daarvoor handig is om te afplaggen. En zo ja, welke diepte, hoe je daar het beste het water bij kunt krijgen. Dus daar is gelukkig al een heleboel kennis zeg maar, over beschikbaar. Ook in Nederland is hier al onderzoek aan zeg maar, gedaan. Vooral in, vanaf 2013 tot 2018. En daar is ook al op een voormalig veenweidebodem is de bodem afgeplacht en zijn veenmossen opgebracht. En dat was ook met behoorlijk zeg maar, groot succes. Want ook daar is dus zo'n, ja, zo'n 8 tot 10 centimeter zeg maar, veen gegroeid in 3,5 jaar. Daar bleek wel dat, want dit... Deze foto is van 2017. Toen er daarna in 2018 en 2019 zeg maar, droge zomers overheen gingen, hadden ze het wel zeg maar, vrij zwaar, de veenmossen. Dus dat is iets waar we nu ook naar kijken. Nou, veenmossen lijken dus best zeg maar, veelbelovend. Wat wel goed is om aan te geven dat de winst vanuit het zeg maar, klimaat, ja, zeg maar, koolstofopslag, zit hem dus vooral in zeg maar, dat je de zeg maar, de veenbodem die er al is, die maak je nat. En zeg maar, daar, ja, daardoor zorg je ervoor dat die zeg maar, veenbodem dus niet afbreekt. En daarop laat je dan veenmossen groeien. Als die veenmossen goed groeien, dan slaan ze natuurlijk ook ja, zijn koolstof op. Dus dat is een extra winst. En daarnaast is er zeg maar, steeds meer bewijs dat ook zeg maar, de uitstoot van broeikasgasemissies vanuit, zeg maar, vanuit die veenmossen... zeg maar, vrij laag is, ook als je dat zeg maar, vergelijkt met andere teelten, omdat zeg maar, vooral de uitstoot van methaan zeg maar, uit zeg maar, velden met veenmossen behoorlijk laag is, als je dat zeg maar, bijvoorbeeld met zeg maar, andere natte teelten als ja, zijn riet en listolde vergelijkt. Daar ga ik nu niet verder op in. Nou, wat kunnen we dan in Nederland doen en wat gebeurt er nu? Er zijn nu eigenlijk twee projecten die... zou lopen. En dan ga ik vooral zo meteen in op de eerste. Maar er is wel ook een tijd nu dat er allerlei andere projecten in de startblokken staan. Dus er zijn opties ja, van die krimpende waard. Er zijn ja, zeg maar ook in Groningen en in Friesland zijn er zijn plannen om dingen te gaan doen. Er zijn met veenmossen en lopen ook al soms kleinere pilotprojecten. Een van de grootste problemen, wat ik net ook al aanstipte, is dat je het eigenlijk voor veenmossen nat moet houden. En hoe kom je dan door zo'n droge zomer heen? Nou, dan zou je zeggen, nou, dan pomp je er toch gewoon water in. Zo simpel kan het zijn. Maar vaak is nou juist de waterkwaliteit zeg maar, niet zo geschikt. Omdat in een heel groot deel zeg maar, van het veenweidegebied, en zeker in Laag Nederland, is dat water vaak heel sterk gebufferd, basis of zelfs... brak. En dat zijn eigenlijk niet de condities zeg maar, die fijn zijn voor veenmossen. Dus kunnen er overal dan wel veenmossen groeien? Nou, daarvoor hebben we een aantal proeven gedaan in het lab. Waarbij we zeg maar, een aantal verschillende soorten veenmossen onder allerlei verschillende soorten waterkwaliteit. En die hebben bovenwater en onderwater gehouden. Daar ga ik nu niet in op de details. Maar wat daaruit kwam, was dat er in zo'n water zitten natuurlijk allerlei verschillende stoffen. En we zijn erachter gekomen dat zeg maar, eigenlijk vooral de stof, ja, ja, zo'n bicarbonaat is eigenlijk... Ja, zeg maar giftig voor die mossen. Terwijl andere stoffen als zeg maar zout en calcium en een hoge pH, dat eigenlijk in veel mindere mate zijn. En als je dan kijkt naar de waterkwaliteit, ja, bij de onderzoeksvelden waar wij nu metingen doen,
Zo zie je dat die concentraties vaak vrij hoog zijn van bicarbonaat en vooral in de zomer. Als die veenmossen dan onder invloed komen te staan van water met veel bicarbonaat, dan gaan ze van groen naar wit en gaan ze dood. Hier rechts in de grafiek hebben we een duidelijk rood lijntje neergezet met concentraties wat veenmossen kunnen hebben. En dan zie je dus dat een heel groot deel van het jaar, vooral in de zomer als het droger wordt, zijn de concentraties veel te hoog van bicarbonaat van veenmossen. Voor de groei van veenmossen. Dus het water wat in de sloten is, is eigenlijk niet goed. Ja, dat is dan mooi dat we dat weten, maar wat kunnen we daar nou mee? Eerst het bicarbonaat komt natuurlijk vaak samen voor met calcium en met zout en met een hoge pH. Dus wat heb je nou aan deze informatie? Nou, het voordeel voor veemelsteelt, dit soort gebieden, is dat nou juist als het draait om de bicarbonaat, dan zou je dat er eigenlijk uit kunnen halen. Dus je zou het water kunnen aanzuren, met zoutzuur, en daarmee ervoor kunnen zorgen dat je dus enkel een deel van bicarbonaat eruit haalt. Daarmee dus het water geschikter maakt voor veemossen. Nou, daar hebben we ook wat proeven mee gedaan. Op beide locaties, waar er nu proeven lopen met veemossen, hebben we water verzameld. En dan zie je dus, als je de mossen boven water zet of eronder zet, geeft ze regenwater, dan groeien ze prima een aantal weken. Als je dat water dan aanzuurt, dan blijven ze ook nog steeds een aantal weken prima groeien. Dat geldt dus voor beide watertypen. Als je dat water dan niet aanzuurt, dan gaan de mossen veel slechter en gaan ze dood. Dus dit zijn duidelijke tekenen dat je dus met hulp van aanzuren van het water de veemossen beter kunt laten groeien en daarmee dus ook de droge zomers over kunt komen. Nou, is dit nou echt zo en werkt dit ook in het veld? Dat zijn we nu aan het onderzoeken. Dat gaat op deze schaal. Dit is een gebied wat dus voor het vorige project in 2013 al deels is afgeplacht. Daar hebben we nu een dam omheen gezet. Dus deze dam. En daar kan hier, via een aanzuurinstallatie, kan er water vanuit deze boezem, zo'n compartiment waar heel veel regenwater kan worden opgeslagen, kan het water worden uitgepompt, aangezuurd en hier dan dit worden ingepompt, zodat we ons best kunnen doen om de condities voor groei van veemossen zo goed mogelijk te houden. Dit is allemaal nu eigenlijk net afgelopen jaar en winter ingericht, dus we gaan hard ons best doen en met spanning toekijken of we het allemaal geregeld krijgen en of die veemossen daar gaan groeien. Nou, dit zijn wat plaatjes van hoe het er nu groeit. Dus er zijn in de winter en het voorjaar allemaal veemossen opgebracht en die beginnen nu hier en daar te groeien. En het is nu dus kijken of dat werkt. Dus we gaan binnen dit onderzoek, schalen we het nu al op. Gaan we kijken of het werkt als je het water aanzuurt. We zien ook dat op het punt, als je de bodem nat maakt, wordt het soms ook slap. Dus gaat de structuur een beetje uit. Kan die bodem een beetje gaan verpappen. Nou, we willen kijken als je het water aanzuurt, of dat dan niet werkt. Dat daar de veemossen ook nog weer op kunnen gaan groeien. Dus dat ook die slappe bodem, dat daar weer groei op kan komen. En we gaan daar ook nog andere vormen van structuren op aanbrengen. Kijken of het dan nog lukt om die mossen erop te groeien. Daarnaast is het natuurlijk zo, als we met zoutzuur de bicarbonaat eruit halen, halen we natuurlijk het zout er niet uit. En het zou nog steeds wel kunnen dat op het punt, als je dan veel water gaat inladen tijdens een droge zomer, dat er dan misschien nog wel zout ophoopt. Dus dat zijn dingen waar we ook onderzoek aan doen. Kijken in welke mate dat dan de groei van veemossen remt of niet. Daarnaast kijken we door de tijd heen wat er dan een veenvorming optreedt. Er wordt ook gemeten wat er aan broeikastransmissies uitkomt. Dat is een koppeling met het project van het NNBV. En dit onderzoek is, steken we dan zowel wetenschappelijk in als ook praktisch toegepast. Dus ook het doel dat daar duidelijke handvatten voor beheer uitkomen.
Nou, wat we nu in ieder geval weten, is dat het in ieder geval zaak is om het dus zeg maar, goed nat te houden. Ja, zeg maar, de waterstand vlak onder maaiveld. Dat je regenwater opslaat. En als dat niet zeg maar, genoeg lukt, dat je dan dus kijkt zeg maar, of je waterkwaliteit goed genoeg is. En zo niet, dan kun je dus zeg maar, aanzuren mits dat mits het water zeg maar, ja, te rijk is aan bicarbonaat. Daarnaast is het zaak om ervoor te zorgen dat je bodem niet al te rijk is aan nutriënten. En dat kun je deels doen door plaggen. Maar je zult heel vaak zien dat er vooral in de eerste jaren zul je eerst ook veel moeten gaan maaien. Om dus ook zeg maar, de concurrentie tussen zeg maar, grassen en pitrus en dergelijke zeg maar, terug te drukken. Dus je zult aan het begin zul je veel moeten maaien. Het idee wel is als de condities goed zijn voor veemossen, dat die uiteindelijk zeg maar, ook onder net wat rijkere condities wel de competitie kunnen winnen van die soorten. En dat zal door de jaren heen steeds beter gaan. Nou, wat is dan de toekomst? Zit er een stijgende lijn in voor veemossen of niet? Dat gaan we zien. Het is in ieder geval zaak dat het of zeg maar, om onze bodemdaling en broeikasgemissies zeg maar, verlies van biodiversiteit zeg maar, te vertragen, zeg maar, lijken veemossen in ieder geval een van de goede opties op punt of zeg maar, als je gaat vernatten. Dus zoals ik eerder al zei, kun je het ook breed inzetten. Dus zowel zeg maar, binnen natuur, buiten natuur, zeg maar, ook in bufferzones. En met de huidige projecten en allerlei pilots die nog gaan starten, zullen we ook meer inzicht krijgen of dit echt werkt, op welke mate en wat voor type beheer je daar dan moet gaan toepassen. Nou, ik dank u voor uw aandacht. En aan het eind van mijn presentatie die rond zal worden gestuurd, staan ook nog allerlei extra bronnen naar literatuur, waar ik nu verder niet op inga. Dankjewel Gijs voor dit verhelderende verhaal. Ik heb in de chat allerlei vragen zien langskomen die we niet allemaal kunnen stellen. Maar ik zag in ieder geval een vraag of aanzuren nou juist niet CO2 vermeerdert. Uitgaande van vanuit de formule HCO3 plus HCl is H2O plus CO2. Ja, dat klopt. Ja, dus daar komt een beetje CO2 vrij. We hebben er ook wel aan gerekend. En dat is zeker waar. Maar dat is zeg maar, in verhouding. Dus als je daarmee zorgt dat je wel je land nat kunt houden. En dat er wat zeg maar, veemos groeien. Dan is dat maar een heel klein bijdrage. Dus dan gaat het zeg maar, om een paar procent van het hele zeg maar, geheel aan uitstoot. Dus uiteindelijk ga je dan nog steeds zeg maar, netto heel veel meer koolstof opslaan. Dan dat hele kleine beetje zeg maar, CO2 wat er zeg maar, vrijkomt. Als je gedurende de zomer water inlaat wat je aanzuurt. Dus dat is zeg maar, zeker waar. Maar zeg maar, netto maakt het geen verschil met je veemossen daar gaan groeien. En misschien, want dit is een experiment op 1 hectare. Ja. Is dit ook iets wat je op kunt schalen, zeg maar, aan een veel grotere schaal in Nederland? Of moet je dan heel Nederland in de zoutzuur gaan zetten? Nou ja, het idee is een beetje dat, dat als blijkt dat dit zeg maar, succesvol is, dan zou dat eigenlijk vooral een soort maatregel zijn gedurende de zeg maar, startfase. En dat je dus er hiermee voor zorgt dat die veemossen een soort van vliegende start krijgen. Op het punt als die veemossen eenmaal zelf zeg maar, groeien, dan maken ze zeg maar, stoten ze ook zuur uit. En dan maken ze eigenlijk gewoon hun eigen zijn milieu maken ze geschikt. En dat kunnen ze steeds beter doen op hoe grotere schaal dat wordt toegepast. Dus op het punt als die veemossen eenmaal groeien en die zeg maar, kunnen ze gaan uitbreiden. Dan geldt eigenlijk hoe groter de schaal, hoe beter. En dan kunnen ze dus eigenlijk daarmee dus zeg maar, gewoon zichzelf in stand houden. Oké, Gijs, ontzettend bedankt. De rest van de vragen zal in de chat en in het verslag zeg maar, worden behandeld. Wat heel interessant is dat wij hier Marco Zevenhoven hebben. Want wij zien eigenlijk dat de potgrond- en substraatindustrie met argusogen kijkt naar veenmosontwikkeling. En ik zou hem graag het woord willen geven om te vertellen wat hij hier nou zo interessant aan vindt. Marco, het woord is aan jou. Goedemorgen, mijn naam is Marco Zevenhoven, werkzaam bij de
RHP, Roel zei het zojuist, regeling handelspotgronden. En in principe is dat al een heel lang bestaande organisatie waar ik straks kort wat over gaat vertellen. Zojuist al aangegeven, onze sector is geïnteresseerd in hetgeen waar zojuist over gesproken is. En dat is wel om het volgende. Wij gebruiken in Nederland en in de wereld substraten. En als wij spreken over substraten of groeimedia, dan zijn dat producten als potgronden, veensubstraten, maar ook de steenwolmatten die bijvoorbeeld voor de groenteproductie in kassen wordt gebruikt. Deze substraten spelen een onmisbare rol voor ten eerste voedselproductie. Wanneer we vanavond sla of kool op ons bord hebben liggen, dan is daar bij de teelt van deze gewassen, zeker in de opkweek van de jonge planten, is daar een substraat bij betrokken geweest. Maar ook vergroening van het leefmilieu, denk aan sierplanten, boomteeltproducten. Maar ook voor de aanleg van bossen zijn jonge bomen nodig. En ook die worden geteeld op substraten. Wat is nu het voordeel voor het werken met substraten? Is dat wanneer je dat vergelijkt met de volle grond, de normale bodem. Er wordt veel efficiënter gebruik gemaakt van water. Daarmee reduceer je het watergebruik tot 80%. In dezelfde ratio heb je minder meststoffen nodig, gewasbeschermingsproducten en veel minder oppervlakte om dat te telen. Naast het feit dat er een aantal cultuurgewassen zonder substraat helemaal niet te telen zijn. Dus het belang van substraten is groot. En hier zien we een aantal voorbeelden. Ik noem ze zojuist al, de opkweek van groentegewassen. Praktisch een groot deel van onze aardbeien die we eten, verreweg het grootste deel, wordt geteeld op substraten, bijvoorbeeld op kokos. We zien de steenwolmatten, maar we zien ook de boomteelt en boomkwekerijproducten die daarop geteeld worden. We hebben in Nederland een productie van substraten tegen de 8 miljoen kubieke meter aan. Nederland is een land wat deze tak van sport erg goed in de vingers heeft. En dat heeft natuurlijk te maken met de tuinbouwkennis die we hebben. Er worden hoogwaardige substraten gemaakt voor pakweg 5000 verschillende soorten gewassen. Wat met zich meebrengt dat wij duizenden verschillende soorten recepten van substraten hebben. Dus het is in dat opzicht een wereld op zich. Gebruik in Nederland is ongeveer 5 miljoen kuub. En we exporteren de geproduceerde substraten ook. En dat is om en nabij de 3 miljoen kuub. Ik noemde al wat afzetmarkten. Hier zien we dat een beetje verdeeld. Ik noemde al de opkweek van groenteplanten. 8% van het aandeel. Dat lijkt dan in dat opzicht niet veel. Maar het zijn wel praktisch alle groenteplanten die we nodig hebben om Nederland en de omgeving van voedsel te voorzien. Zacht fruit, maar ook potplanten, boomkwekerij. Dekaarde voor de champignonteelt. En dan is er nog een markt voor retail. Dus dat zijn de zakjes potgrond die bij de tuincentra en de bouwmarkten gekocht kunnen worden. Dat is ongeveer 20% van de productie. En uiteraard openbaar groen. Welke producten gebruiken we hiervoor? Nou, het woord is al, de term is al een paar keer voorbij gekomen. Dat is veen. Veen, hoogveen, dat is de belangrijkste grondstof momenteel voor de industrie. Maar daarnaast worden ook andere grondstoffen gebruikt. Denk aan boomschor. Kokos is een hele belangrijke geworden zo de laatste 10 jaar. Houtvezel is een opkomend product. Compost, weliswaar in niet al te grote hoeveelheden, groeit wel, gaat gestaag. Maar het is moeilijk om aan goed kwalitatief compostproducten te komen voor onze sector. Dus dit is ongeveer een beetje de ruwe verdeling wanneer het gaat om de grondstoffen die we gebruiken.
Voor de retail ligt dat ietsjes anders. Daar is het veenaandeel al een stuk lager. Het ligt rond de 52%. Ook daar worden diverse hernieuwbare grondstoffen in toenemende mate gebruikt. RHP ging zojuist voorbij, maar misschien nog niet helemaal duidelijk wat de rol is. En dat komt nu een beetje in het verhaal naar binnen. Wij zijn ooit opgericht door de overheid. Dat had ooit te maken met grote schades in de tuinbouw met substraat. En dan praten we over de jaren 60, 70 van de vorige eeuw. Dat heeft geleid tot een onderzoeksafdeling die nog steeds bestaat en onderzoek doet naar de optimalisatie van substraten en grondstoffen. Wij adviseren daar ook in wereldwijd richting de bedrijven die daar actief in zijn. Dat zijn onze eigen deelnemers. Je moet lid van deze club zijn. En uiteindelijk hebben we een keurmerk welke aantoont dat men op een bepaald kwaliteitsniveau werkt. En dit is eigenlijk een drie-eenheid waar wij al meer dan 60 jaar mee werken. En dat functioneert goed. Al met al is dat uiteindelijk verworden tot een kenniscentrum van substraten. In 2022 produceerden onze deelnemers in totaal 10,5 miljoen kuub. We zagen net een lager aandeel voorbij komen. Daaruit kan je lezen dat veel in het buitenland ook plaatsvindt op een grote reeks locaties met 71 aangesloten bedrijven. Waar kijken we nu naar als we over substraten hebben en kwaliteiten? Dan splitsen we dat op in eigenlijk vier categorieën. Chemische aspecten zijn van belang en hier staan een aantal voorbeelden. Zoutgehalte, zware metalen, residu van pesticiden, etc. Stabiliteit en vertering is bij fysisch van belang. Maar waar wij heel veel waarde aan hechten is dat de substraten praktisch vrij zijn van plantenziekten. Want u kunt zich voorstellen dat wanneer een substraat al een plantenziekte met zich meebrengt, dat de kweker vervolgens grote problemen krijgt en er heel veel aan moet doen om dat recht te zetten als dat nog kan. Maar ook bijvoorbeeld onkruid. En dit zijn een aantal voorbeelden welke opgenomen zijn in onze certificering wanneer het gaat om veiligheid. Als een substraat niet goed is, kan dat leiden tot schades of opbrengstderving. Dat kost uiteraard geld, maar uiteindelijk ook meer milieu-impact om dat weer recht te zetten. We zien hier links een basilicumplant die we in de supermarkt kunnen kopen en die we s'avonds over onze pizza kunnen knippen waar het niet goed mee gaat. Maar perkgoed, en we hebben hier een petunia in een potgrond waar een compost is verwerkt, maar waar het residugehalte van een herbicide dusdanig hoog was in die compost, dat die plant op de potgrond met compost het niet overleefde helaas. En dat geeft aan dat controle, kwaliteitscontrole, essentieel is om een succesvol substraat te kunnen produceren. Groeimedia moeten fytosanitair veilig zijn. Ik noemde het al, echt heel belangrijk. Kwekers hebben eigenlijk geen gewasbeschermingsmiddelen meer om daarop te corrigeren. Op zichzelf is dat hartstikke goed. Maar het houdt wel in dat we schoon moeten beginnen. Dus een schoon substraat is op biologisch vlak essentieel. 100% is nooit te garanderen, maar praktisch vrij van wel. Dat is de lijn een beetje naar de substraatwereld en wat techniek erachter. Maar de wereld is ook voor de substraatsector enorm aan het veranderen. En ja, we gebruiken grondstoffen die niet als duurzaam gezien worden of niet duurzaam zijn, niet hernieuwbaar. Productieprocessen zijn soms belastend, lange transportafstanden. Hetgeen allemaal leidt tot een te groot milieu-impact of een groot milieu-impact bij de productie van sommige substraten. En uiteindelijk heeft dat dus ingehouden dat we met stakeholders een convenant hebben gesloten om dat beter te gaan doen. En dat convenant heeft één centraal thema en dat is verlagen van milieu-impact van substraten. Dus niet alleen kijken naar de grondstof, maar naar alle processen die daarbij horen en die ook impact op het milieu kunnen hebben. Daar is een LCA-systematiek voor in ontwikkeling, welke de komende periode steeds verder verfijnd wordt.
En waarbij de milieu-impact van verschillende grondstoffen goed met elkaar vergeleken kan worden. Dat is echt van belang. Dit heeft gevolgen voor het gebruik van veen in de sector. En het toenemende gebruik van hernieuwbare grondstoffen in de substraatindustrie. Convenant is getekend door, zoals ik al zei, een grote groep stakeholders, inclusief de overheid. Zojuist al aangegeven, toenemende gebruik van hernieuwbare grondstoffen is essentieel. En de beschikbaarheid aan die hernieuwbare grondstoffen is momenteel gering. En dan spreek ik over geschikte hernieuwbare grondstoffen. Want er is van alles aan organische stof bij elkaar te brengen. Maar uiteindelijk moet er nog een plant op een veilige manier opgeteeld kunnen worden. En ook weer niet met te veel milieu-impact. Wageningen Universiteit heeft hierbij de taak gekregen om hernieuwbare grondstoffen, de beschikbaarheid daarvan in kaart te brengen. En dat is een hele belangrijke pilot voor de komende periode om doelen te kunnen stellen met z'n allen. Dit kaartje geeft aan hoe het aandeel veen in potgronden de afgelopen jaar zich ontwikkeld heeft. Daar is al jarenlang een daling gaande. Rond het jaar 2000 was 90% van het aandeel met betrekking tot grondstoffen in potgrond, dat betrof veen. En we zien dat we in 2020... en zeker nu onder die 60% doorgaan, waarbij de consumentenmarkt daarin wat verder is. Dat kan ook, omdat daar de kwaliteitseisen anders liggen. Het Nederlandse convenant kent een aantal stappen. Er zijn piketpalen in de kalender gezet voor 2025, 2030 en 2050. Uiteraard is duidelijk dat de lijn zal zijn een toename aan hernieuwbare grondstoffen. Maar nogmaals, het basisthema is het verlagen van milieu-impact. Want te gemakkelijk uitwisselen moet niet leiden tot het feit dat we het minder goed gaan doen of dat we er niet op vooruit gaan. Uiteindelijk zullen we dus heel veel materialen nodig hebben. We hebben ook een rol als RAP in het convenant. Dat is het bewaken van kwaliteit. Het voorkomen van schades. Wat nogmaals vervolgens veel meer problemen met zich meebrengt. Innovatie en onderzoek met de kennis die wij al jarenlang hebben. En daarnaast hebben wij een programma lopen, New Growing Media. Dat loopt al 7 jaar, waarbij we onderzoek doen naar de mogelijkheden van hernieuwbare grondstoffen en hoe die goed zijn toe te passen. Wat zijn zaken die dan voorbij komen en wat zijn de grootste risico's bij hernieuwbare grondstoffen in onze sector? Dat is planttoxiciteit. Er zijn best wel heel wat producten die verbindingen in zich hebben en die ervoor zorgen dat een plant daar slecht of minder goed op groeit. En soms helemaal niet. Fytosanitair, ik heb het al een aantal keren genoemd, plantenziekte. Vastleggen van stikstof is echt een item. Heel veel hernieuwbare grondstoffen immobiliseren stikstof, dan is het niet beschikbaar voor de plant. Dus dat dient gecorrigeerd te worden. Dus het werken met hernieuwbare grondstoffen in substraten heeft ook nogal wat gevolgen voor hoe een kweker moet gaan telen. Dat zal echt anders moeten. We moeten ook letten op humaanpathogenen. Nogmaals, we zijn een onderdeel van de voedselketen en we willen niet dat we straks iets op het bord hebben liggen wat gevaarlijk is. Instabiliteit, een beetje gekoppeld aan die stikstof. Residu van pesticiden. In 40-50% van de monsters die wij analyseren van de hernieuwbare grondstoffen bevatten één of meer residuen van pesticiden. Soms in lage concentraties, maar toch, we moeten daar ook rekening mee houden. En daar hebben we momenteel ook een onderzoek naar lopen om daar de risico's van in te kunnen schatten.
Om producten veilig te maken zijn er natuurlijk wel processen beschikbaar. Die zijn absoluut kostenverhogend. Die processen moeten natuurlijk ook weer niet leiden tot een milieu-impact waarbij we het doel niet bereiken. En daar moet ook kritisch naar gekeken worden. Maar dit soort processen zullen zeker nodig zijn om een aantal hernieuwbare grondstoffen geschikt te krijgen voor de sector. We hebben dus als Nederlandse sector veel hernieuwbare grondstoffen nodig. Ook de landen om ons heen overigens. En milieu-impact moet gunstig zijn en op termijn naar nul. Dat houdt in dat we denken aan volumes. We kijken naar het huidige volume wat nodig is, maar ook naar de toekomst. Er is een voorspelling gemaakt door Wageningen Universiteit. En om alle monden in de toekomst te vullen, zullen er rond 2050 vier keer zoveel substraten qua volume nodig zijn. En dat is dan misschien wat minder in de regio Europa, maar dat heeft natuurlijk wel gevolgen. Ik heb hier wat geschatte getallen in miljoenen gezet. En ja, we spreken onder andere hier over paludicultuur. Zou dit een aanvulling kunnen geven op het pakket dat gezocht wordt wanneer het gaat om hernieuwbare grondstoffen? Is uiteraard van heel veel factoren afhankelijk. Kwaliteit, welke processen zijn uiteindelijk nodig om producten te oogsten en geschikt te maken? Moet dat bijvoorbeeld gecomposteerd worden? Welke innovatie of welke kosten komen daarbij kijken? Maar misschien zijn er ook wel innovaties elders die leiden tot een heel ander blik wanneer het gaat om de grondstoffen die nodig zijn voor substraten. In Finland zijn er al enkele jaren diverse projecten op gang die gecombineerd worden met gebieden die daar in principe voor beschikbaar zijn. Dat zijn dus geen gebieden waar een heel veenpakket ligt. Daar is nogal verwarring over. In Finland zijn er na de Tweede Wereldoorlog gebieden aangewezen voor landbouw, maar zijn daar nooit voor gebruikt. Dat is een soort, ja, noem het maar, verwilderd. En daar zit een bepaalde laag acrotellum op. En dat materiaal, dat is beschikbaar. Daar worden al jaren worden daar testen gedaan om te zien of dat de oogsten is en of dat gebruikt kan worden. Die ervaring neemt nu duidelijk toe. En we zien hier dat men dat met machines aan het doen is. Uiteindelijk, als dit achter de rug is, vindt er ook weer hergroei plaats. En kan je spreken over een soort teeltsituatie. Na 20, 25 jaar kan je daar eigenlijk weer terug. De teeltresultaten in de gewassen waar dat getest is, die zijn erg goed. Het ziet er uit dat het een schoon product is. Stabiliteit op lange termijn nog niet duidelijk, maar spreek ik over de fysische stabiliteit. Maar ik denk dat dat ook zeker gaat lukken. Mogelijk zijn er nog wat aanvullende processen nodig om het product beter geschikt te maken. Hierin kijken we natuurlijk ook bijzonder naar de fytosanitaire aspecten. We moeten ook daar weer niet iets meenemen wat in de tuinbouwteelt tot problemen leidt. En daarom voeren wij continu risico-inventarisaties uit. Onderzoeken de producten op DNA-technieken bijvoorbeeld, om te zien hoe zich dat ontwikkelt. En hier zien we toevallig een foto in het veld waar een Nederlandse plantenziektekundige de zaak mede beoordeeld. Ja, dat is een beetje het verhaal van mijn kant en dank ik u voor uw aandacht. Ja, dankjewel Marco. Misschien samenvattend heb ik hier nog één vraag van Tim Pelsma. Prima om in de lage landen veenmos te gaan telen, maar zou het niet beter zijn om substraten helemaal veenvrij te produceren? Mijn vraag aan jou, is dat mogelijk? We kunnen een eind gaan. Daar is best wel veel onderzoek nog voor nodig. Dat verschilt per gewas. Uiteindelijk hebben de plantenkwekers gezegd, en dat zijn de kwekers van de jonge planten, eigenlijk de kraamkamer van ons voedsel,
dat ze toch altijd voor een aantal gewassen verwachten nog wel wat veen nodig te hebben. En dan wordt er iets geroepen van 10% in zijn totaal. Dus zullen ook zeker in die opkweek straks veenvrije producten gebruikt worden. We zien dat kwekers van andere gewassen daar ook al aardig mee op streek zijn. Ik denk dat de teeltechnieken en de kennis van procesmatig werken daarin van belang is wanneer het gaat om de ontwikkeling van de komende jaren. De grootste zorg zit in de beschikbaarheid van hernieuwbare producten. Want de sector wil zeker veen gereduceerd richting veenvrij, maar je moet wel spullen hebben om je substraat te kunnen produceren. Oké, dankjewel. Nou, dit geeft in ieder geval een uitdaging voor jullie als potgrondindustrie. Om dat daar zo ver mogelijk mee te komen. En voor ons als veenweidemensen om de teelt van veenmos zo goed mogelijk op poten te zetten. Dus wat dat betreft hebben we allebei een schone taak. Ja, prachtig. Dan, dankjewel Marco. We hebben nog een beknopte paneldiscussie met drie mensen, namelijk Arjan van Rijn, die is bestuurder bij het waterschap Amstel Gooi en Vecht en tevens melkveehouder. En hij mag antwoorden geven en vragen stellen in elke hoedanigheid in hoe hij dat maar vindt. Verder hebben wij landschapsarchitect Peter de Ruiter, iemand die ook al jarenlang bezig is met de visievorming op het veenweidegebied. En we hebben Maarten Breedveld, die is programma en projectleider Natuurherstel Veenweide bij het Zuid-Hollands Landschap. Ik heet jullie alle drie welkom en zou eerst misschien even aan Arjan willen vragen. Wat vind je hiervan als je dit zo hoort, Arjan? En dan vooral als waterschapsbestuurder, want wat ik ervan begrijp is dat je die veenmos toch heel erg op een stabiel pijl moet houden. Dus dat lijkt me best een uitdaging als waterschap. Ja, dankjewel Roel. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Toen jij mij daarvoor vroeg, toen zei ik al van ik weet eigenlijk niks van veenmos. Ik weet alleen dat een koe het niet vreet. En voor de rest weet ik het niet. Maar wat ik nou geleerd heb en gezien heb en gehoord heb, dat jullie daar eigenlijk met elkaar al heel ver mee zijn. Dat jullie eigenlijk allerlei dingen weten. En ook wat nodig is. En dan kijk ik als waterschapbestuurder toch naar dit hele spannende tracé. Want ik hoor vlak waterpeil. Ik hoor veel water. Hè, ook water genoeg. Geen water erop. En dan denk ik ook bij mezelf. Ja, hoe gaan we dat nou doen? Hè? We hebben in de regionale veenweidestrategie hebben we gezegd. Echt in de lage gebieden, dan moeten we misschien wat anders. Hè? En dan is dit misschien best wel een leuk idee. Verdienmodellen gaan we nou maar niet op in. Maar daar heb ik natuurlijk wel vragen over. Wat brengt dat nou op? Hè? Is geen idee. Ik begreep dus wel dat als je dus eigenlijk zeg maar een soort zuurder water nodig hebt. En die vind ik ook wel heel spannend. In de zin van, hoe doen we dat? Want we hebben eigenlijk geen zuur water. Zoet hebben we. Soms te veel zout. Maar zuurwater, dat komt niet echt voor. Dus, en daar hoor ik jullie ook allerlei bevindingen mee doen. En maatregelen opnemen. Dus die vind ik spannend. En de veenweidegebieden leggen natuurlijk niet vlak. Hè? En hoe gaan we dat dan doen? Je moet natuurlijk een vlak. Water staat altijd vlak. Dat is handig. Maar nou hoor ik ook dat je dus niet op het veenmos water moet hebben. Ja, ik vind die ook ontzettend spannend. Hoe doe je dat? Dus dat zou best wel. En dan hoor ik alweer afplakken. Nou, dat vind ik best wel nogal weer lastig. Ook met de CO2 die daarbij vrijkomt. En als ik dan nog kijk naar de mogelijkheden die er zijn. Vooral in droge perioden. Dan hebben we dus ook water nodig voor veenmos. En die is natuurlijk ook weer heel spannend. Hè? Want ik had in mijn beleving veenmos. Nou ja, dat houdt water vast. Hè? Wordt ook gezegd, hè. Maar ik begrijp dus ook, dus de grondwaterstand zou gaan zakken. En dan denk ik even aan wegzijgingspolders waar wij dan een beetje vanuit AGV ook in zitten. Ja, hoe ontwikkelt zich dan? Want als het te droog wordt, dan gaat het mos dood. Dus ontzettend veel uitdagingen. Maar ik ben er wel iets enthousiaster door geworden. Omdat ik wel eens gezegd heb, de snijmaaisteelt vanuit de agrarische gezien heeft 25 jaar geduurd. Dat we dat onder de knie kregen. En als ik dan zie wat jullie dus eigenlijk hier al met elkaar allemaal van weten. Ja, dan is het misschien best wel
een idee, maar vergt enorm wat van het watersysteem. Dus we kunnen de grootste beloop laten. Ik denk dat ik het daar even bij laat. Dankjewel voor je reflecties, Arjan. Nou, we gaan hier allemaal over nadenken, uiteraard, over deze vragen die jij hier stelt en neerlegt. En ik denk dat het ook een gemeenschappelijke ambitie is om dit soort dingen te doen. Dus dat ook de waterschappen daar een rol in dragen. Ik wil even verder gaan met Peter de Ruiter. Peter, jij hebt een aantal veenvisies gemaakt. Eentje voor Friesland en eentje voor het hele veenweidegebied in Nederland. Hoe zie jij mogelijkheden en de rol voor veenmosteelt hierin? Dankjewel, Roel. Ik vond het een hele interessante ochtend om mee te beginnen. Ik heb veel geleerd over de materie. En wat mij ook opvalt, wat ook net werd gezegd, hè, dat zeg maar het vernatten, dus het vasthouden van water, dat is denk ik wel essentieel, hè, hoe je omgaat met de ontwikkeling van veenmosteelte. En wat denk ik ook heel belangrijk is van of je het wel of niet gaat exploiteren, hè, of je het gaat gebruiken voor andere doeleinden. Maar om bij dat eerste te beginnen, ik denk dat je ook veenmosteelt moet zien eigenlijk in de hele landschappelijke doorsnede. Hè? Dus die hele hydrologische doorsnede van de veenweidegebieden in Nederland. Dus dan heb je bijvoorbeeld in Friesland, hè, over de doorsnede tussen het Drents plateau en het lage midden van Friesland. Maar ook Utrechtse heuvelrug richting de Vechtplassen. Dat zijn wel interessante gebieden. Ook Overijssel heb je dat natuurlijk met de Weerdebewieden. Het is interessant om dan te kijken in die doorsnede van waar heb je nou, hè, ook vanuit bufferende omstandigheden, hè, waar eigenlijk grondwater ook omhoog komt. Waar zitten nou de gebieden waar je ook in de toekomst voldoende water kunt verwachten? Hè, waardoor ook die veenmosteelt van de grond kan komen. Of in ieder geval de groei van veenmossen. Misschien ook als een vervolg op blauw graslanden. Dus dat vind ik wel een hele interessante, dat je het wat meer op een landschappelijke schaal gaat bekijken. Een soort verdiepingsslag maakt ook op onze visie klimaatbestendige veenlandschappen, die vorig jaar is verschenen. Die ook net werd getoond in de eerste presentatie. Van hoe kan je het koppelen aan die hydrologische landschappelijke doorsnede? En ja, probeer daar dan te kijken van, als je daar de goede, juiste omstandigheden creëert, hoe je het dan zeker ook voor de natuur kunt inzetten. Hè? Want ik denk ook voor de biodiversiteit is dit natuurlijk wel heel erg interessant, hè? Als een soort extra laag die je kan toevoegen aan onze laagveenlandschappen. En als het goed gaat, dan zou je natuurlijk ook kunnen nadenken over exploitatie. Hè? En dan, die beelden uit Finland vind ik dan best wel heftig. En dus dan moet je ook kijken, denk ik, naar de juiste schaal waarop je het kan toepassen. En, maar ik denk ook, hè, het vervangen van substraten door hele andere producten, dat heel erg noodzakelijk is. Ik ben zelf zoon van een boomkweker uit Boskoop. En mijn vader die gebruikt ook heel veel van die turfmol vroeger. In die enorme grote gele pakken werd het aangevoerd. Ja, en dat is iets waar we natuurlijk wel van af moeten. Dus het vervangen van substraten is denk ik in die zin, het staat misschien wel los van deze discussie over veenmossen. Maar dat je het kunt toepassen, hè, in het landschap en dat ook echt een bijdrage kan leveren aan de belevingswaarde, maar ook aan je hele waterhuishouding, maar zeker ook aan het versterken van de biodiversiteit. Dat vind ik een hele interessante als oogst van deze ochtend. Nou, dankjewel. Het is in ieder geval goed om te weten dat jij een zoon van een boomkweker bent. Zodat je ook zeg maar het belang van de substraatteelt ook op een goede manier kunt interpreteren, zeg maar. En zeker, daar hopelijk ook vorm aan kunt geven in je landschapsplannen. En wie weet gaan we veenmos als een nieuwe vorm van landgebruik introduceren in de Nederlandse landschappen. En als we dan kijken naar wie dat dan moeten uitvoeren, hebben we hier Maarten Breedveld uitgenodigd. Die namens Zuid-Hollands Landschap en namens nog een aantal andere natuurorganisaties een postcode loterij aanvraag heeft gedaan. Omdat hij eigenlijk de ambitie heeft om wat wij aan het doen zijn op 1 hectare, dat op te gaan schalen tot tientallen, misschien wel honderden hectares. Maarten, kun jij ons eventjes jouw ambities vertellen? Goedemorgen, Roel. Je legt de lat gelijk goed hoog. Nee, als Zuid-Holland Landschap zijn we in de Krimpende Waard zijn wij bezig met natuurbeheer en natuurherstel. Dat is natuurlijk een heel oud en mooi cultuurlandschap. Daar zetten we op heel veel plekken in op
op mooie weidevogelgebieden of botanische graslanden, hè, vochtig hooilanden of blauw grasland. Maar op een aantal plekken zien we ook wel dat er echt kansen zijn om die veenmosrietlanden of dat veenmos, die veenmosbegroeiingen te herstellen. En wij hebben inderdaad nu, afgelopen jaar hebben we een aantal inspanningen getroffen om wat laatste relicten met veenmosrietland in de Krimpende Waard, om die wat gezonder te krijgen, daar de waterhuishouding te verbeteren. Maar we zijn nu ook in samenwerking met Beware bezig om een concreet project voor te bereiden om op 1 hectare dit jaar te starten met de inrichting en het ontwikkelen van een veenmoslaag. Dat is in eerste instantie 1 hectare. En daarbij is het natuurlijk hartstikke mooi dat er heel veel jaren voorwerk is gedaan in het Ilperveld. Waar we dus met vallen en opstaan en met een hoop dingen zijn daar geleerd. En die willen we dolgraag gaan toepassen in de Krimpende Waard. We denken dat er een aantal omstandigheden ook heel gunstig zijn. Bicarbonaat is natuurlijk een ding in het oppervlaktewater. Maar goed, we gaan zien hoe dat in de Krimpende Waard werkt. Eerst 1 hectare. Maar de ambitie ligt wel echt ligt een stuk hoger om het uiteindelijk ook echt op te gaan schalen naar een tiental hectares. Maar goed, dat wordt gewoon een proces van jaren waarbij we ook gaan leren en goed kijken wat er gebeurt en ook kunnen gaan schakelen. En de ambitie is inderdaad een grote rol. Als er in diverse veenlandschappen in heel Nederland liggen er natuurlijk kansen. In Groningen en in Friesland wordt ook met veel interesse gekeken. En als we uit deze waardevolle proeven in het Ilperveld leergeld kunnen trekken en dat in verschillende situaties kunnen toepassen. Hè. Jullie zitten in een situatie met brakke kwel of in ieder geval met een brakke ondergrond. Wij zitten in een veenlandschap met wat Ron ook heel mooi liet zien, wat zich in een vroeg stadium al gevormd heeft. We hebben 10 meter veen onder ons. In een beekdalsysteem werkt het ook weer heel anders. Dus denk ik goed om uiteindelijk op basis van de basis die jullie hebben gelegd te kijken hoe we dat verder kunnen doorvertalen. En met elkaar moeten denk ik verder leren. En daarvoor vind ik dit soort webinars ook ontzettend interessant. Dat was even mijn bijdrage. Ja, hartstikke goed, Maarten. Ik dacht nog eventjes terugkoppelend naar het begin van de presentaties, waar we Ron van het Veer eigenlijk hebben horen vertellen over welke landschappen nou eigenlijk geschikt zijn. Misschien kun jij iets reflecteren op wat Peter ons net meegaf, van kijk naar welke landschappen het geschikt zijn. Waar zou jij beginnen, Ron, als we weer met veenmos aan de gang willen? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Veenmossen groeien alleen als het zomers niet stevig uitdroogt. Dus als die grondwaterspiegel niet onder de 30 centimeter, 40 centimeter zakt. En dat kun je realiseren, dan kun je aan de gang. En dat zit vooral in de gebieden met een beperkte wegzijging en waar je water kunt vasthouden. En dat zijn over het algemeen in Nederland de lage gebieden die we hebben. Dus er liggen best wel kansen in dat lage veenweidegebied. Dus nog iets interessants. Er is 1 veenmossoort die behoorlijk snel kan groeien en dikke bulten kan vormen. Dat is gewoon veenmos. Dat heet Sphagnum palustre. Dat zegt het al, het groeit in moerassen. En deze soort profiteert ook nog van fosfaat en stikstof wat in het water zit. Dat kan hij, en met name ook stikstof kan hij ook gebruiken, blijkt uit recent onderzoek, om snel te groeien. Dus er zitten best wel kansen om in dat soort voedselrijke substraten die teelt op te zetten. Eigenlijk is de bottleneck dat we moeten weten hoe we zo snel mogelijk grofweg 10 centimeter dikke laag veenmossen kunnen krijgen. En permanent, dat die ook, zoals in het Ilperveld is het in het begin ontstaan, een aantal droge zomers worden die weer vervangen door slaapmossen. Dat is een heel ander materiaal waar we niet zoveel mee kunnen. Ja, dat is eigenlijk de komende jaren cruciaal om dat te weten. En als we dat weten, dan kun je gewoon in die lage systemen met voedselrijk water aan de slag. Dat geldt ook voor lichtbrakke wateren, waar die veenmossen het ook prima op doen. Ja, en dan heb ik nog een aanvullende vraag dat we net heel even langs zien komen, verbrakking. Is dat nou beperkend voor veenmosgroei, het feit dat we steeds meer last hebben van verbrakking in de westelijke veenweidegebieden, of valt dat eigenlijk wel mee? Vraag je dat aan mij? Ja, volgens mij kun jij daar het beste antwoord op geven. Nou, Gijs ook. En Gijs natuurlijk ook, ja. Er is in de jaren 90 al een oud document van Bayerns, van het IBM DLO, waarin staat dat die veenmosgroei versneld plaatsvindt onder invloed van brakke wateren. Dat heeft onder andere met de chemische samenstelling van die brakke wateren te maken.
Dus dat kan, daar liggen eigenlijk niet al te veel beperkingen. Er bestaat zelfs het idee dat het nog sneller gaat dan als het maar niet al te zout is. Dan moeten we denken aan 1000 milligram of 2000 milligram, dat soort getallen, niet veel hoger. Ja, dan moet dat kunnen en gaat het waarschijnlijk ook sneller. We weten er weinig van, omdat we nog maar heel weinig dit soort landschappen hebben waar dat in gebeurt. Dus we kunnen alleen maar naar het verleden kijken. Maar het lijkt me geen beperking tot op dit moment. Maar weet Gijs daar iets, kan er nog iets bij toelichten of heb ik het nu al bij het goede eind? Het is een beetje, kijk, op een punt, als je die veenmossen direct zeg maar blootstelt aan heel brak water, vinden ze dat natuurlijk niet leuk. Maar op zich, een brakker landschap hoeft geen probleem te zijn. Ik denk dat het vooral valt en staat dat we qua waterbeheer heel goed moeten kijken hoe we zeg maar de juiste condities kunnen creëren. Dat je daar veenmosteelt kunt voeren. Het is alleen, denk ik, ook breder dan alleen veenmosteelt. Dus we moeten sowieso voor ons hele zeg maar veenweidelandschap moeten we, ja, om zeg maar bodemdaling tegen te gaan en broeikasgasemissieuitstoot zeg maar te verlagen, moeten we sowieso naar een natter soort landschap toe. En ik denk niet dat we nu een soort beeld moeten schetsen dat je dan daar overal veenmosteelt zult moeten gaan inzetten of veenmossen zult moeten laten groeien. Dus dat is gewoon één van de opties. Er zijn gewoon verschillende opties. En juist met al dit soort werk wat nu gebeurt, kunnen we steeds beter inschatten waar je welke optie het beste in kunt zetten. En de verhoging van de waterpeilen moeten we sowieso gaan doen in een heel groot deel van deze gebieden. En ik denk dat daar helemaal niet zo'n heel groot probleem in zit in die zeg maar waterpeilen hoog houden. Want dat is nou juist waar we als Nederlanders heel goed in zijn. Dat zal het probleem niet zo zijn. Het is wel ervoor zorgen dat er genoeg water is. Dat is zeker met drogere zomers natuurlijk een ander verhaal. Maar goed, dan kom je meer op het thema van hoe ga je op een, ja, gewoon meer op landsniveau zeg maar water vasthouden en dat soort zaken. Dus, dat is natuurlijk nu allemaal makkelijker gezegd dan gedaan. Maar het is goed om nog extra te benadrukken dat die veenmosteelt dus één van de opties. En het gaat dus vooral om zeg maar vernatten op grotere schaal. Ik heb nog ruimte voor één vraag van Arjen van Rijn. Nog iets spannender. Ja, dankjewel Roel. Ja, ik wil toch even reageren. Er wordt heel makkelijk gezegd waterpeilen opzetten. Dat heeft best wel een beetje gevolgen ook voor de waterkwaliteit. Dus het zal niet op alle plekken heel makkelijk gaan. Zoals jij nu zegt Gijs, als ik het zo mag noemen. Dus dat wil ik wel even benadrukken. En vergeet één ding niet. Als je het water zo hoog aan de oppervlakte zet, dan heb je heel veel verdamping krijg je. Dus dat moet je toch even meenemen. Ja, daar ben ik helemaal mee eens. Dus ik dacht het ook net vrij genuanceerd te melden. Het is helemaal niet zo makkelijk. Maar het is wel een van de grote opgaves waar we voor staan. En de optie om het dus niet te gaan vernatten. En de huidige veenbodems die we hebben verder te blijven verdrogen wat we nu doen, is ook niet de juiste weg. Dus we moeten wel naar een andere vorm van landgebruik toe in onze veengebieden. En een heel grote factor daarin is vernatting. En dat zou dus kunnen betekenen dat daar op een aantal delen in het landschap zou je wat met veenmossen kunnen doen. En er zijn andere delen in het landschap waar je andere dingen kunt doen. Dus dat is niet van vandaag op morgen gedaan. Daar zullen we met z'n allen hard aan moeten werken, denk ik. Dankjewel Gijs. Lieve mensen, ik zou willen zeggen, we zitten door de tijd. We hebben ontzettend veel informatie over ons heen gestort gekregen. Gelukkig staat er in de chat in ieder geval de links naar een aantal studies. Ik wil nog even kort wijzen op de studie van Ron van het Veer, waarbij je echt heel veel kunt leren over hoe het veen is ontstaan en de geschiedenis en hoe je dat kunt ontwikkelen en hoe lang dat duurt. Dan hebben we de website van RHP als je over wat wilt leren over substraat en grondstoffen. We hebben de studie van Peter, klimaatbestendige veenlandschappen. Ook heel interessant om te lezen, om wat meer te kijken dat je ook buiten de veengebieden kunt profiteren van het vernatten van de veenweidegebieden. En voor Veenmos, volg in ieder geval het Veenmos-project op de website van WIPNL, wip-nl.nl. Dan wil ik alle sprekers bedanken en de volgende keer gaan we waarschijnlijk over natte teelten een webinar houden. Ik dank jullie allen. Tot ziens.